echt heel erg lang, heel lang geleden. Sorry daarvoor. Ja. Maar we hadden het echt onwijs druk. Ja, een beetje de laatste deadlines allemaal. Ik voor mijn scriptie, voor mijn herkansing. Nee, jij ook gewoon voor school? Ja, ik ook gewoon voor school. Alleen dan niet omdat ik mijn scripties moest inleveren. Maar omdat ik rapporten moest maken en allemaal dat soort dingen moest regelen. Ja. Maar als het goed is, zijn we weer terug van weg geweest. Hopen we dan maar. Ja. Gaan we wel voor. Ja, dat is wel een soort van doel inderdaad. Ja. Nou ja, voor vandaag nemen we eigenlijk de camera een middagje mee op stap. We gaan zo meteen eventjes lekker winkelen, boodschapjes doen. En vanavond gaan we met z'n viertjes, nou ja, plus Luca dus, een beetje met z'n vijfjes. Gaan we lekker eten. En ja. Nou ja, we laten jullie zien wat voor hapjes we gaan maken. Zeker. En, ik glam mijn arm, jongen. Ja, spierballen, daar heb ik nu ook altijd last van. Ja, dat snap ik, maar ik heb net ook al gesport. Even doorknallen. Ja. We gaan even lekker ons theetje opdrinken en dan gaan we daarna naar het winkelcentrum. Yes. Dus je ziet ons zo meteen on the road. Yes. En wie hebben we daar? Onze twee slaapkopjes. En de derde die ligt vast boven ergens of zo. Dit is nou multitasken. Kind geeft zichzelf de fles en tante Sophie zit lekker kind. Dat moet ook gebeuren, toch? Nee, nee, ik ga het wel dat je goed in de gaten hebt. Nou, nu zitten we weer Manon in de auto te vloggen in de auto. Ja, ook dat is echt al, ik weet niet, 100 jaar geleden. Net lang geleden. Ja. Maar goed. Vond oud en vertrouwd. Inderdaad. Toch? Ja. Dus we gaan even lekker de boodschapjes doen. Even kijken wat het je beleving is op het winkelcentrum. Ja, we hebben net bedacht dat we tapas willen gaan eten voor vanavond. Lekker. En dan niet in een restaurant, maar gewoon lekker thuis. Dus zelf alle hapjes maken. Ja. Dus we hebben al gauw eventjes gekeken op het internet wat er voor lekkere hapjes te zijn. Ja. En ik bedenk net dat ik alle boodschappentassen thuis aan de deur laten hangen. Ik heb ook niks bij. Nou, ja. Komt goed. Alles is te koop, zeggen we dan maar. Dat is ook zo. Je hoeft geen parkeerkosten meer te betalen, dus daar kun je die tas weer ermee uitgehaald. Dat is wel waar, inderdaad. Precies. Ja. Dus straks op het winkelcentrum zetten we nog een keertje de camera aan. Yes! En dan, ik moet eerst even wachten, want dan worden we overhoop gekregen. Ja, nu even lekker parkeerplekje zoeken. Ja. Lieke! Manon heeft een mooie broek gevonden. Maar dan in het licht. Ja, dan wel het licht, want we gaan de zomer in. Ja, ik ben Maar ik ben al. Oké. Je raadt nooit wat er gebeurd is. Sophie die is net gebeld door Decibel van de radio dat ze iets heeft gewonnen. Namelijk een Italiaanse taalkursus. En ze komt zo live op de radio. Wij lopen hier in het winkelcentrum. Dat geeft verder niets. En ze moet zo gillen. Er is nu een liedje aan het afspelen. En als dan het liedje is afgelopen, dan moet zij gaan gillen. En het gaat nu bijna gebeuren. Nee, ik sta gelukkig wel over de winkel. Zeker. Nee, ik sta bij mijn zus en mijn kindje. En die komt straks, die komt aan de deur. Die komt eten bij ons. We gaan tapas maken. Ja. Nee. Italiaanse tapas. Nee, geen Italiaanse eten, maar gewoon Spaans eten. Nee, laten we maar gewoon Italiaans bouwen dan. Ik ben al 12 jaar in Italië, 12 jaar op dezelfde plek en nog steeds spreek ik taal niet. Ja, eigenlijk wel hè, eigenlijk wel. Midden van Italië, ze wonen in Florence. San Feliciano. Nee. Ja. Nee, het bevalt zeker. Absoluut. Super cool dit. Ja, ik wil deze taal leren. En iedere keer dat mijn moeder zei, kom we gaan het doen. En dan zei ze, nee hoor, ik ben wel te oud, dat kan ik niet. Dus elke keer komt het er niet van.
Oh, wauw, super gaaf. Tof. Ja, super bedankt. Doei. Nou, Manon, we gaan een sapje proberen van Innocent. Ik heb mango passievrucht, geloof ik. Dus cheers. Zo, boodschapjes zijn ook weer gedaan. Nou, de rode vlekken zijn inmiddels al een beetje uit mijn gezicht. Maar ik heb nog steeds een goede blos op mijn wangen. Man, wat was het schrikken. Ja, maar holy positief shit. Schrikken. Ja, ik werd opeens gebeld door meneer van Decibel. Of ik mee wilde doen om de vrijdagmiddagborrel te openen. Ja, maar echt weer typisch Sophie. Ja, je wint altijd dit soort dingen. Ja, super stom. Ik had me vanmorgen dus op de website opgegeven dat ik de taalkursus wel wilde winnen. Dat ik al 12 jaar in Italië kom en dat ik nu inmiddels een half Italiaanse vriend heb. En dat ik super graag de taal wilde leren kennen. En dat het eigenlijk gewoon toeval is dat mijn vriend dan ook half Italiaans is. Oftewel, ik moet de taal gewoon leren. Dus hij belde en vroeg inderdaad van, joh, en hè, hoe zit dat nou? En dus straks moeten we toch maar even proberen om die uitzending nog terug te kijken vinden. Kijken of we het pakken kunnen krijgen. Ja, hoe leuk zou dat zijn? Het zou wel heel erg leuk zijn. Hij kreeg er helemaal rood van, maar dat was echt wel heel gek. Ja. We stonden echt in de kruidvat. Ik had mijn handen helemaal vol met van alles. Ik zeg, oké, Manon, kan jij het betalen? Ja, ik ga even buiten staan. Ik moet een radioshow. Moet ik doen? Super stom, want normaal zit je zelf altijd 's middags in de auto en dan luister je naar dit soort dingen. En dan zit je nu opeens zelf daarmee aan de telefoon. Weet je gelijk hoe dat gaat? Weet je gelijk hoe het gaat? Ja, ook een beetje de dingen achter de scherm inderdaad. Je wordt even op pauze gezet en je luistert de uitzending eigenlijk ook gewoon mee. Ja. Dus dat was echt wel een toffe ervaring. Dus nu ga ik eindelijk Italiaans leren. Ja, super echt tof. Echt vet. Ja. Nou ja, verder hebben we boodschapjes gedaan. En we hopen dat we nu de spullen hebben. We hebben al heel veel meegenomen. Ja, we zullen niet. Het was eigenlijk ook echt super stressend boodschappen doen. Ik moet iedereen en alles bellen. En, Oh nee, Alexander komt denk ik van allemaal. Ja. Even bijkomen nu. Ja, nou, dan gaan we zo uitladen. En dan moeten we eigenlijk gelijk door. Want anders zijn we natuurlijk nooit op tijd klaar voor het avondeten. Ja, vanavond 9 uur of zo. Ja, nee, ook goed. Ik heb geen haast. Nee, dat is waar. Oké. Ja, Luca zit een beetje te kletsen achterin. Ik zie daar net een handje uitsteken. Ja, die zit lekker te wapperen. Die zit lekker te wapperen. Ja. Nou, je ziet ons zo weer binnen. Yes. Boink. Ja, en toen kwam mijn gewonnen speelgoed voor Luca ook binnen. Ik had meegedaan aan een winactie. En ik heb voor Lucaatje superleuk speelgoed gewonnen. Van Fisher Price, een broodtrommeltje met... Er zat ook een liedje in, hè? Waar deed jij nou net? Kijk. Superleuk! Het is ook weer een ander liedje. Ja, er zitten meerdere liedjes in. Ja. Leuk! Superleuk! Nou, we gaan eens even kijken wat Luca daar straks van vindt. Ja, inderdaad. Nou, inmiddels zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor onze tapasavond. En het is stiekem wel een klein beetje chaos in de keuken, hè Manon? Nou, laat stiekem maar gewoon weg. Het is best wel een beetje chaos in de keuken. Het is gewoon chaos in de keuken. We hebben heel veel dingetjes. Chaos is. Ja, precies. We zijn druk bezig. Ja, ik had het weer zien aan mijn rode wangen. Nogal. Foutje van mij. Kijk, de keuken is echt helemaal ontploft. En die gaan we straks helemaal opruimen. Straks. Niet meer. Straks. Als we gaan. Ja. Wat wordt het? Het wordt een omelet. Met spinazie, een ei, en geit kaas en kruiden. Lekker. Ja, ik hoop Kijk, dat. En we zijn zelf hamburgertjes aan het maken. Ja. En daar liggen de broodjes al klaar. Ja, met truffelmayonaise. En uitjes zit erop. En we hebben rucola erop gedaan. En op de tafel staat nog meer, maar dat laten we zo meteen wel even zien. Kevin, roep Manon. Ja? Echt een muskuus. Nou, ja. Avond zit er eigenlijk alweer op. Ja, lekker gegeten. Heerlijk gegeten. Oh, we zitten echt zo tot de boer zo vol zitten. Maar het was wel echt heel erg lekker. Ja, het was heel erg lekker. Het was goed gelukt. Een paar dingetjes wat minder, andere dingetjes weer super lekker. Ja. Maar dat heb je altijd wel, denk ik. En de chaos in de keuken is inmiddels weer opgeruimd. We zijn echt wel even goed bezig geweest. Ja, en ik denk in een kwartier hadden we gewoon met z'n allen alles weer netjes schoon en opgeruimd. Ja,
Dus de heren zitten nu voetbal te kijken. Wij gaan even lekker spelletje spelen. Ja, even een potje katan. Ja, precies. En dan zit de avond wel op. Ja. Ja, voor de rest hebben we eigenlijk niet zo heel veel meer te laten zien en te vertellen aan jullie. Nee. Dus we gaan de vlog afsluiten. Hopelijk vond je het leuk om weer eens een vlog van ons te zien. We zijn er nog. Ja, doe een duimpje omhoog als je de video leuk vond. Ja. Vergeet je niet te abonneren op ons kanaal. Op onze Facebookpagina ook, hè, want die hebben we natuurlijk ook. Zeker weten. En dan hopen we je daar weer te zien. Ja, tot de volgende keer. Doei!